Let's go. Verleden jaar heb ik mijn introductie gemaakt in de Extreme Cowboy Race in België met de draverke met haar. Zij is nu 8 jaar oud en zij was al zadelmak en zo, er werd op gereden. Maar kwestie van aanleuning, vooruit, achteruit, het stuur erop zetten, appuyer, sidepass in Westeren, weet ik veel, dat stond er allemaal niet op. Dus zij heeft heel veel moeite met bepaalde dingen, zoals heel kort aangaloperen. Ja, normaal, het is een draverke. Ja, vroeger mocht ze niet galopperen, dan werd ze afgekletst dat ze galoppeerde voor de sulky. Nu moet ze galopperen of mag ze galopperen. Ja. Sidepass is voor haar ook moeilijk. Haar achterhand is een iets langer paard dan een quarter. Dus voor hun is dat allemaal, voor een draaf is dat allemaal iets moeilijk. Wat dat voor haar makkelijk is, dat is de oefeningen in het terrein. Berg op, berg af en zo, daar is zij schitterend in. Dus we gaan vandaag een paar oefeningsjes laten zien. Samen ook met de conditietraining. Wat ik ga uitvoeren hier op de volgende twee uurtjes met een bitloos kopstukje. Met een paardje dat qua temperament redelijk hevig is. Ja? Maar je gaat merken dat je toch perfecte controle hebt. En deze is tegelijkertijd mijn wintervoorbereiding voor de Extreme Cowboy Race in België voor volgend jaar. Eigenlijk deze jaar al, want we zijn al januari. Dus we gaan haar nu even laten pittig doorgaan, steile helling naar boven. Boven op de helling gaan ze moeten stilstaan en een paar keer wijken voor het been of een sidepass doen zoals ze in het Westeren zijn. Dus de bedoeling is dat uw paard, ook nadat ze stevig gegaloppeerd hebben, of dat ze goed mogen doorgaan hebben, ja, dat ze dan daarna toch ter plaatse blijven stilstaan, dat je kunt een sidepass doen, dat je een backup kunt doen, dat je kunt appuyer, weet ik veel. Ja, zodanig dat je je oefeningen en opdrachten te goed kunt uitvoeren. Wat ik nu ga doen is deze steile helling naar boven pakken, vervolgens daar naar boven, daar stilstaan. Ter plaatse een paar keren appuyer of sidepass doen, een paar pasjes. En laten achteruit gaan, dus backup. En rustig laten stilstaan. Vervolgens gaan we naar de steile afdalingen. Kijk, deze doet dus bij een oefening. Ze heeft nu net gemest en mevrouw denkt dat ze terug mag vertrekken. Zet ik haar gewoon terug stil op haar plaats. Op het moment dat ze blijft staan, tel ik een paar passen af. Ze moet blijven stilstaan. Kijk, hiermee, een paard dat zo rustig is, dat zo mooi blijft stilstaan, ja, heb je geen enkel probleem om bepaalde oefeningen of opdrachten uit te voeren. Als ze beginnen te trippelen, dan verliest ze enorm veel tijd. En dan verliest ze eigenlijk de oefening. Dus, nog eens herhalen, in galop naar boven zo snel mogelijk. Dat is een goede sprinttraining, is goed voor haar achterhand, want het is bergop. Bovenaan, sidepass links, sidepass rechts, backup en mooi stilstaan. Als je paard door een commando doorgaat, ik heb haar niks gezegd, en ze probeert toch te vertrekken, dan sta ik onmiddellijk op de rem. Ja, dat is niet kwestie van hard zijn, dat is kwestie van gewoon de puntjes op de i te zetten en zeggen van nee, dat heb ik niet gevraagd. Kijk, ze kan niet langer dan een paar seconden stilstaan, ik zit daar terug in de oorspronkelijke houding. Hop. Dan stel ik haar geduld niet te veel op proef. 7, 8, 9, 10. Oké. Dus bij Extreme Cowboy Race hebben we heel dikwijls hellingen en grachten, stijlen op, af en sprongjes ook dat we moeten pakken. Dus bij mij moet mijn paard altijd bergaf zeer traag naar beneden gaan. Ik probeer dat te doen zonder te veel te trekken en te sleuren. Ja. Maar wel door haar zo rustig mogelijk en zo recht mogelijk naar beneden te laten gaan. En haar halverwege op het moeilijkste punt even te laten stoppen. We gaan dat nu even proberen te demonstreren. Hier halverwege is er een boomwortel, ja, waar ze even een stap over moet. En ze moet blijven stilstaan.
Hetzelfde commando als daarnet. Dat soort dingen. Easy. Naar boven toe mag de snelheid altijd iets hoger liggen. We gaan deze nog één keer doen en dan gaan we verder naar een afsprong naar bergaf. Dus je ziet, één hand. Ja. Hop. Als zij tegensputtert, ja, dan gaan ze terug achteruit. Hoe steil het een berg op is. Pas als ze volledig stilstaat, dan gaan we terug naar boven. Dus ze weigert om te blijven stilstaan, we herbeginnen. En eens kijken of dat ze het onthouden heeft. Hop. 2, 3, 4. 5, 6, oké, easy, hè? Easy. Good girl, that's okay, man. That's okay. That's okay. That's okay. Ja. Draverkens zeker nooit niet gewend zijn geweest en dat is die spinning, wat ze noemen, eigenlijk wending om de achterhand, dat ik haar aan het aanleren ben. En ik ben haar dat eigenlijk aan het aanleren, gaande vanuit een wending, een afwending en haar dan stilletjes aan het tegenhouden, om haar vervolgens om de achterhand te laten verdraaien. Dus op deze manier probeer ik dan met haar erin te krijgen dat ze niet gewoon een cirkel moet draaien, maar dat ze eigenlijk moet, ja, spinnen, dus afwenden, dan de schouder opzij zetten. Het is nog niet volledig, want eigenlijk zou de achterhand moeten stilstaan, maar het begint al redelijk goed te lukken. Ik doe niks anders dan even de voorhand, de rope opzij te zetten en haar zo te vragen en haar een klein beetje tegen te houden met een teugel. Dus eerst en vooral rijd ik haar richting aan een teugel. Ik wend hier nu af naar links. Terwijl ik af en naar links, hou ik even haar een teugel in. Ik zet haar schouder opzij en ik probeer haar te laten verplaatsen. Volledige cirkel te maken. Deze was al iets beter. Ah, het is nog geen spin gelijk als dat je bij quarter ziet. Dat zal zij ook nooit niet kunnen. De snelheid speelt geen rol, maar die achterhand moet wel blijven stilstaan. Waar ik ook bij haar op werk, en bij al mijn paarden eigenlijk, dat is zorgen dat ze de voorhand kunnen opzetten en de achterhand kunnen wegzetten. Ze moet blijven stilstaan. De wereld is redelijk hevig, want haar straks is laten galopperen. Dus ik ga nu mijn rechterbeen aanleggen en dan moet de voorhand opzij. Zo, vast genoeg. Ja. Het begint dan weer te dribbelen, ze moet blijven stilstaan. Ik ga mijn linkerbeen aanleggen. De voorhand moet opzij. Goed. En elke keer bij het uitoefenen van een oefening moet zij blijven stilstaan. Dat is haar grootste probleem. Ja, stilstaan. Wil ik de achterhand rondzetten en de voorhand moet blijven staan, dan leg ik mijn been iets naar achter. De voorhand moet blijven staan. Ja, leg ik mijn been iets naar achter. De voorhand moet blijven staan. Zo goed als. Nee. Tot als het juist doet, achterhand wegdraaien, voorhand moet blijven staan. Dat is al iets beter, dat is al iets beter. Oh, laatste helft was goed. Dus zeker met een paard dat zich zo nerveus maakt, dat ze moet blijven stilstaan, moet jij zelf heel kalm blijven. We gaan proberen de spinneken naar de andere kant. Dus we zetten haar in een wendingsje naar rechts. Ik ga haar een klein beetje tegen. En ho. Altijd uw oefening afsluiten, maar even stilstaan. Anders dan heeft uw paard de neiging om onmiddellijk te vertrekken als ze denkt dat de oefening gedaan is. Goed, nu gaan we van daaruit komen. Naar hier gaan we even appuyer of sidepass. Zowel in beweging als stilstaan. Even contact met een teugel. Rijken voor been. Achterhand komt niet volledig mee. Deze kant is voor haar iets makkelijker. Even halt houden. En nu proberen zijwaarts, ja, zonder voorwaarts te gaan, zijwaarts. Ja. Kijk, altijd een beetje een probleem met die lengte, maar dat komt wel goed. Kijk, eigenlijk heel eenvoudig, kuit lichtjes aanleggen, teugel open. Nee, niet. Zo.
mag niet vooruit, ze mag niet achteruit. Okay. Andere oefeningen dat we doen. Ja, een vierkantje achteruit maken. Back. Back. Oh. Dan opzij. Probeer dat met één hand. Ja. Voorwaarts. Oh. Die kant op. Niet altijd dan niks dat zo'n klein beetje moeite heeft om met die lange, met dat lang paardenlijf om haar benen onderin te zetten. We gaan diezelfde vierkant omgekeerd doen, dus we gaan terug naar ginder. Dan zodra dat ze begint voorwaarts te gaan, gaan we elkaar tegen. Ja, dat is beter. Op eenvoudig stemcommando, back. Wil ik haar een klein beetje lager, moet ik alleen dit doen. Het is een klein beetje afgeweken van haar lijn, dus ik zit haar terug opzij. En dan gaan we terug die kant op. En hoe rustiger dat ze wordt, hoe rustiger dat ze wordt, hoe makkelijker dat die oefening gaat. Ja? Dus ik zal even mijn been langs de kant van de camera leggen. Ik heb geen spoor nodig, enkel alleen ja, omdat ik mijn paarden train op dit. Op het moment dat ik mijn been aanleg, is zij weg. Ja. Ik leg mijn andere been aan, zij is weg. Weg van dat been. Ja. Die heeft nog nooit een spoor gekend, dan mag gewoon de kuit aanleggen. Kijk, en zij is weg. Nu gaan we even naar het zeer snel galopstukje om u aan te tonen dat het paard bitloos, zelfs in volle rengalop, tegenhouden bovenaan de berg. En mooi laten stilstaan en oefeningen doen, niet echt het probleem is als je er wilt werk van maken. Ja? In de galop, van zodra dat ze mag, gewoon om die harmonie in de galop erin te krijgen, zij zijnde als draverke, ja, in het begin liep ze echt uit elkaar in galop. Ja, ze weet dat ze mag vertrekken nu. Maar ze mag niet vertrekken zonder dat ik het daar zeg, dus ik zet haar even terug. Je hebt gemerkt, ik heb mijn tweede hand aan de teugel niet gebruikt. Hè. Dus ze wou echt vertrekken en ze mocht niet. En ik heb gewoon een bitloos kopstuk. Dus wat ik nu ga doen, is de eerste helft van de berg ga ik haar rustig laten galopperen. Dan mag ze doortrekken tot boven. Boven moet ze dan stilstaan, sidepress doen, even back-up. Ja. En dan stilletjes aan stappen aan de lange teugel. Ja. Nu hoef ik haar niet te laten stilstaan, omdat ze kent deze manier van trainen. En ze staat eigenlijk nu een beetje in de startblokken. We gaan nu vertrekken, de eerste 30-40 meter gewone galoppen. En ik ga haar vanuit stilstand laten proberen te vertrekken in een galop. Wat dan niet makkelijk is bij het draverken. Ja, een arabierken en een kwarter wel, maar niet bij een draver. Dus we gaan eens kijken hoe dat ze wilt vertrekken. Dat is heel belangrijk, zelfs al hebben ze behoorlijk gegalopeerd, behoorlijke snelheid. Ja, ze moeten stilstaan op commando. Gewoon op stemcommando proberen. Jimmy, back. 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 That's okay. That's okay. Voorstander zijn van dekentjes, dat weet ik allemaal. We hebben nu toch ruim een uur en een half redelijk zwaar getraind. Ja. We hebben 10 minuten naar de auto gestapt. Deze is haar ademhaling. Ja. En deze paard is zo goed als niet nat. Maar het een buitenriem gezeten heeft een beetje. En voor de rest, ieder. Ze heeft daar net gezweet, die 10 minuten naar de auto toe is eigenlijk al voldoende om haar laten op te drogen. Dus als uw paard goed in conditie staat, ja, zelfs in de wintervacht, want ik heb haar niet geschoren of niks, dat is volledig haar wintervacht, is wel een zachte winter tot nu toe. Normaal gezien staat ze veel dikker. Zelfs in de wintervacht uitstappen, zorg dat ze droog zijn en je kunt die terug op de wei zetten. Dat is geen enkel probleem.